Welkom bij aflevering 244 van Gedero TV. Vandaag gaan we je op weg helpen met het kiezen van een vloer. Welke vloer moet je nou kiezen voor je nieuwbouwwoning of als je een bestaande vloer wil vervangen? Er zijn heel veel mogelijkheden en deze komen allemaal in deze aflevering aan bod. In deze video komt aan bod de verschillende materiaalsoorten die je kan kiezen bij binnenvloeren. Laminaat, PVC of een houten vloer. Ook laten we diverse legpatronen zien. Een gewone rechte plank, de tegelvariant of natuurlijk een trendy visgraat. We beginnen met het laminaat. Laminaat is een sterk materiaal gemaakt van samengeperste houtvezels, ook wel HDF genoemd. Het is naast sterk is het ook krasbestendig. Kan ik mooi laten zien aan de hand van deze sleutels. Je kan prima dit doen op laminaat. En de volgende voordelen en nadelen laat ik je dadelijk ook zien. Een nadeel van laminaat kan zijn het geluid. Het heeft een behoorlijk geluid als je er overheen loopt. Zeker als je kiest voor de basisondervloer. Zoals je hoort is dat best wel een geluid. Je kan echter ook kiezen voor de rubberen ondervloer. En dan zie je dat het geluid al enorm dempt. Waterbestendigheid. Bij laminaat een belangrijk onderdeel. Laminaat is niet super waterbestendig. Tuurlijk, het kan wel zoals ik doe hier tegen een paar druppeltjes water. Is geen probleem. Maar zorg er altijd voor dat er geen water onder de laminaatvloer komt. Zo gaat je vloer omhoog staan, krijg je problemen. Dus ja, je kan er een keer wat water op morsen, maar neem dit wel direct af. Dan is er geen probleem. Daarnaast heb je ook speciaal laminaat, waterproof laminaat. Dit is wel meer bestendig tegen water. Ook hier adviseren we om, als je dan bijvoorbeeld per ongeluk een emmer water laat vallen, dat je die wel meteen afneemt en reinigt en ervoor zorgt dat het water niet onder je vloer komt. We zijn hier vandaag te gast bij het inspiratiecentrum van Vloer. Ik zit hier tussen de vloeren. Een aantal mooie voorbeelden wil ik graag even laten zien. Dit is de rechte plank met aan de kopse kant geen veegroef en aan de lange zijde wel een veegroef. Zo krijg je een soort doorlegpatroon. Dit is onbehandeld eiken, een vrij populaire kleur. Een andere variant is natuurlijk het visgraatmodel, wat je heel veel ziet. Dan krijg je dit patroon. En in dit voorbeeld zie je wel heel duidelijk dat er een veegroef is rondom bij de plank. Leuk om nog te noemen is dat het laminaat ook in extra breed verkrijgbaar is. Deze profielen zijn maar liefst 33 centimeter breed. En zo krijg je mooie grote banen. Laminaat is er in heel veel soorten, kleuren en maten. En het grote voordeel is natuurlijk dat je het eenvoudig zelf kan leggen. Bijvoorbeeld voor in je slaapkamer. Na laminaat gaan we over op de tweede optie, PVC. Daar hoor en lees je steeds meer over. Want PVC is echt wel een trend. En ik ga je er graag meer over vertellen. Ik begin eerst met plak PVC. En ik vertel je straks meer over klik PVC. Plak PVC, flexibele stroken, 2,5 mm dik en dient echt door de professional gelegd te worden op een vlakke ondervloer. Mooi is plak PVC, je kan kiezen uit heel veel verschillende patronen en tevens diverse kleuren die we bij Vloer hier vandaag ook laten zien. En het mooie van plak PVC is dat het gewoon een hele mooie slijtvaste toplaag heeft. Vroeger had PVC het imago dat het best wel glimmend kon zijn. Hier kan je mooi zien dat het vandaag de dag ook echt een matte uitstraling kan hebben. Deze populaire kleur Orca onbehandeld behoort tot de hardlopers in het walvisgraat assortiment. En hij is extra populair omdat hij in XL formaat geleverd wordt. Zo kan je op deze manier een visgraatvloer leggen. Bij PVC kan het voorkomen dat je in de slijtlaag krasjes krijgt. Als je heel goed kijkt, kan je hier een voorbeeld daarvan zien. Het zijn echt haarscheurtjes, dus minimaal te zien. Het mooie is, zo'n scheurtje past het basisdesign van je PVC niet aan. Het zit echt in de slijtlaag. En met een polish kan je zo'n krasje ook wegnemen. En daarmee is het probleem ook opgelost. Loop je gewoon over de vloer, vanaf afstandje zul je de haarscheurtjes nauwelijks of niet zien. Als je PVC gaat vergelijken, let dan even op een aantal keurmerken. Dan ben je er zeker van dat je met milieuvriendelijke materialen werkt. De keurmerken waar je op moet letten zijn REACH certificaat, emissieklasse A of het DIPT keurmerk.
We gaan nu over van het plak-PVC naar het klik-PVC. Klik-PVC kan je zelf leggen. Het is eenvoudig in elkaar te klikken. Het is dubbel zo dik en ook daardoor minder flexibel. Maar daardoor wel goed zelf te leggen. Nu vergeet ik bijna te noemen twee belangrijke voordelen van PVC. Het is zeer geschikt voor vloerverwarming en waterbestendig. Dat geldt zowel voor plak als klik-PVC. Tip: kies altijd voor de rigid steen-mineralen klikverbinding. Dit is extra sterk en legt extra makkelijk. Zowel klik als plak-PVC is onderhoudsarm. Bijvoorbeeld deze tegelvariant is zeer geschikt voor in de keuken, kantine of bijvoorbeeld bij uw kantoor. Andere varianten zijn deze in rechte banen en ook de visgraatvariant is binnen het PVC weer mogelijker. Het is dus aan u de keuze, wordt het plak dat moet verlijnd worden of gaat u zelf aan de slag met klik PVC. En de laatste optie is een vloer van echt hout. Bij echt hout is elke plank uniek, dat is ook meteen het grote voordeel. Het heeft die unieke uitstraling van een echte houten vloer. Maar let op, vergt ook veel onderhoud en is minder geschikt voor vloerverwarming. Wat leuk is bij een houten vloer, is dat je wel kan kiezen uit allerlei diverse soorten behandelingen. Ik heb hier een paar voorbeelden voor me liggen die ik je graag even wil laten zien. Ik heb hier een aantal eiken voorbeelden voor mij staan. Eiken is trouwens wel een harde houtsoort, maar nog altijd krasgevoeliger dan bijvoorbeeld laminaat en PVC. Ik begin even hier vooraan om de verschillende behandelingen te laten zien. Dit is eiken onbehandeld. Gaan we verder met enkel gerookt, wit geolied. Gerookt, geborsteld en wit geolied. Dubbel gerookt en grijs geolied. Bezaagd, dan wordt het licht opgeruwd en wit geolied. Geborsteld en geolied. Geborsteld is weer minder ruw dan bezaagd. En tenslotte verouderd en geolied. En daarmee krijg je de wat oudere look. Het meest populair bij vloer in het houtsegment is deze vloer. Deze is onbehandeld en geolied. Dat wil zeggen, hij heeft de look van onbehandeld hout, maar hij heeft wel die beschermlaag met een olie. Het oliën zal je wel regelmatig moeten herhalen. Kies je voor hout, let dan even op de zogenaamde sortering. Je kan kiezen voor planken met weinig noesten en kleine noesten. Dat noemen we de 1-bis planken. Dan heb je per plank maximaal een aantal van dergelijke noesten van maximaal een centimeter. Je kan ook gaan naar het zogenaamde rustieke. Dan krijg je wat grotere noesten. Bijvoorbeeld zoals hier krijg je wel wat meer een natuurlijke uitstraling. Naast het uitkiezen van je nieuwe vloer kan je ook alvast rekening houden met je trapbekleding. Vaak kan je combinaties maken van je vloer met je trapbekleding. In deze aflevering hebben we jou weggeholpen bij het kiezen van een vloer. Wil je meer tips lezen en de meest verkochte vloeren terugkijken? Ga dan naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 244.